Hoe kun je met een tuinslang het weer voorspellen? Dit is de Universiteit van Nederland. Een van de opdrachten die ik mijn studenten altijd geef is, heel simpel, het zal u niet verbazen, maak een meetapparaat. Maakt me niet uit wat het meet, als het iets met water te maken heeft, blijft watermanagement. Maak een meetapparaat en het moet in 3 stappen kunnen meten, laag, midden, hoog. Gebruik wat je kan vinden, maar je mag er vooral geen geld aan uitgeven. En er komen hele leuke dingen uit. Mensen kunnen een parkeersensor ergens uitslopen, moet je wel eerst vragen. En daarmee kunnen ze waterniveaus meten in een rivier. Ik had een tweetal studenten die in een studentenhuis wonen. En die hebben een gezamenlijk schildpadden-aquarium ding. Ja. En die hadden dus altijd ruzie. Een soort prisoners dilemma. Dat komt misschien in een ander college nog wel terug. Eigenlijk werd het nooit schoongemaakt. En die hadden besloten, wat wij gaan doen is wij gaan een paddometer maken. En die hebben dus een opstelling gemaakt. Volgens mij heb ik ergens een foto van ze. Die hebben een opstelling gemaakt waarbij ze de doorlatendheid van het water meten. Met een stoplichtje erbij. En zodra het stoplichtje op rood gaat, is het water zo troebel dat er geen licht meer doorheen ging. Hebben ze met een heel simpel lichtgevoelig weerstandje, 3 cent, hebben ze dat gemeten. Ideaal. Ik heb zelf veel aan regenmetingen gedaan. Er was een andere groep studenten die dacht, die hut die meet altijd regen met geluid. Dat zijn tikken. Dat kunnen wij ook, maar dan anders. Wat die hadden gedaan, is die hadden gewoon zo'n sensor dat als je hem aanraakt, dan geeft hij een signaaltje. Beetje touchscreen van je telefoon, maar dan maar 1 sensor. En die hadden met een veer, komt hij weer, massaveersysteem. En een plaatje, ervoor gezorgd dat die, en een pinnetje, dat precies boven die sensor hing. Kijk. Ziet hem daar. En elke keer als er een druppel op viel, tikte die net op die sensor. En zo telden ze precies hoeveel druppels er vielen. Ja, die hadden dus wel een klein stukje van dit nodig. En die moesten de wiskunde daarachter snappen. Maar ja, het zijn Delftse studenten, dus dat is goed gegaan. Om dat allemaal achter elkaar te kunnen zetten en daar een mooi apparaat van te kunnen maken. Dit soort materialen heeft u thuis ook liggen. En ik bedoel, dat is denk ik, ja, maar niet dit en moeilijk. Niet iedereen heeft een pallet thuis leggen, maar laten we nou eens echt het allersimpelste meetapparaat ooit maken. Wat we trouwens al eeuwen maken. De klassieke barometer. Duct tape. Stanley mes. Wijnkurk. Tuinslang. Wat we gaan doen. Even kijken, zit hij zo? Nee, hij is een beetje vol. Laten we wat water uitlopen. Zodat er nog mooi wat water in zit. Laten we nog een beetje water uitlopen. Zodat er nog mooi wat water. We laten er nog een beetje. Zodat er mooi wat water in zit. Oké, prima. Je bent wel echt de Sjaak vandaag. Zijn we even zo vast kunnen houden? Gewoon zo. Gewoon zo vasthouden. Prima. Dan ga ik nu even kijken of ik deze wijnkurk op maat kan snijden. Vast niet met mijn Stanley mes. Kom een heel eind. Maken we even een puntje aan die wijnkurk. Had ik al gezegd dat ik zeg maar misschien wel iets werkends kan maken, maar niet per se iets moois. Nou, dat is hier een demonstratie van. Dit wordt werkend. Wat we nu gaan proberen is, we gaan die kurk in een van de uiteinden. Puntenslijper. We gaan die kurk in een van de uiteinden van deze. Tuinslang douwen. Prima. En het is een, wat ik dan altijd graag noem, eerste orde apparaat. Dat betekent, het is een test om te kijken of iets werkt. En ze zeiden van de regie, oh, dat lukt je nooit een kurk erin krijgen. Tada. Barometer. En waarom ik die pallet nodig had, die pallet is eigenlijk wel handig. Want dan kan ik hem even vasttapen. U heeft vast wel eens een barometer gezien. Er zijn hele mooie die op gebouwen zitten en die honderden jaren oud zijn.
het principe is eigenlijk heel simpel. Het zal u niet verbazen na alle colleges die we hier behandeld hebben. Het is stiekem een massaveersysteem, natuurlijk. Anders zou ik het niet snappen. Okay. Volgens mij zijn we er zo al. Nou, hoe werkt een barometer? We hebben hier een stukje water. We hebben hier een afgesloten stukje lucht. Die lucht heb ik afgesloten 2 minuten geleden. Dat betekent dat de luchtdruk in dit stukje gelijk zal blijven. Afgesloten lucht. Dat betekent dat als de luchtdruk aan deze kant wijzigt, dat er harder op gedrukt wordt. Waardoor dit waterniveau niet meer precies gelijk zal staan. Maar een klein beetje zo zal schuiven. Als ik de luchtdruk wat lager zou worden, gaat precies de andere kant op. Ja, dan wordt er hier iets minder hard gedrukt, komt het iets hoger, gaat dat iets lager. Ik kan dat voordoen. Zo. Ik kan het ook de andere kant op voordoen, dan druk ik die kurk iets terug. Dus als ik hier nou een meetmarkering bij maak, dat ga ik nu even doen met een stukje duct tape. Dit was het niveau van vandaag. En dat doe ik elke dag. En dan meet ik waar het is. Dan kan ik dus meten of de luchtdruk aan het veranderen is. En we hebben het er al over gehad. Alles trilt. Lucht trilt op heel veel verschillende frequenties. Een van de snelste frequenties waarmee lucht trilt, die wij waarnemen, is geluid. Duizenden keren per seconde. Dit systeem wat ik gemaakt heb, dat trekt zich niks aan van geluid. Ik kan hier wel in gaan schreeuwen, hallo, hallo, dan gaat dat niks veranderen. Zelfs als ik zo hard schreeuwde dat mijn amplitude in de orde grootte kwam van luchtdrukwijzigingen, zou dat hier nog steeds geen verandering doen. Want dat geluid dat wordt hier gedempt in dit massaveersysteem. De barometer is een heel goed voorbeeld van een massaveersysteem met een kantelfrequentie die heel laag ligt. Daardoor kunnen we hem ideaal gebruiken om hele langzame veranderingen van luchtdruk te meten. Die veranderingen noemen we vaak het weer. Als de luchtdruk langzaamaan steeds hoger wordt, betekent dat er een hoger drukgebied aan zit te komen, zou Piet Paulus maar zeggen. Dat betekent meestal dat het mooier weer wordt. Als het steeds lager wordt, betekent dat er een depressie op ons af aan het komen is. Dat betekent meestal dat het slechter weer wordt. Dit waren de eerste weersvoorspellers. Nou, u heeft gezien dat ik hem in 1,5 minuut in elkaar gezet heb. Ik denk dat u hem thuis met uw kinderen zelf net zo snel in elkaar zet. En dat u daarmee het weer kan gaan meten. En ik denk ook, als we even verder denken, ja, hoe kunnen we nou elektrisch maken? Daar hebben we het de hele tijd over gehad vandaag. Er zijn heel veel verschillende opties die eigenlijk heel makkelijk zijn. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is hier allemaal spijkertjes insteken. Wel met een beetje kit zorgen dat het water dicht blijft. En dan al die spijkertjes naar de computer laten gaan. En die computer gewoon 1 voor 1 laten meten welk van die spijkertjes heeft verbinding met een spijker die je hier zet. En als er water tussen zit, dan zal er een stroompje gaan lopen. Want stroom gaat door water, daarom moet je niet met je waterpistool in een stopcontact. En als hij droog staat, dan zal er geen stroom gaan lopen. Dus dan kan je zien aan hoeveel spijkertjes verbinding hebben. Dan kan je bijvoorbeeld meten hoe hoog het waterniveau staat. Dan heb je opeens een elektronische barometer gemaakt. En omdat je ervoor gezorgd hebt met dit massaveersysteem dat al die snelle fluctuaties er toch uit zijn, is 1 keer per dag meten wel genoeg. Ik hoop dat ik u heb laten zien dat het niet heel erg ingewikkeld is om met de spullen die je thuis hebt meetapparatuur te maken. Met een beetje basiskennis waarvan ik hoop dat ik vandaag een eerste steentje heb overgedragen, maar waarvan ik vooral hoop dat ik het enthousiasme heb overgedragen waarmee dit kan, hoop ik dat u nu allemaal naar huis gaat en zelf uw meetapparatuur gaat maken. Dank u wel.